Goeiedag aan al mijn lieve broers en zussen, mijn lieve vrienden en aan iedereen. Jullie zijn allemaal welkom op mijn nieuwe broadcasting over Blijf in Christus. En vandaag gaan we spreken over God zelf heeft jou met hem verenigd. Dit is jullie pastor, Yeti. En de schriftgedeelten die we gaan lezen is 1 Corinthians, hoofdstuk 1, vers 30. En de andere is van de Gospel of John, het Evangelie van Johannes 15, vers 1. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. 1 Corinthians 1, vers 30. En dan Johannes, hoofdstuk 15, vers 1. Mijn vader is de landman. Gij zijt in Christus Jezus. De gelovigen in Korinthe waren nog steeds zwak en vleeselijk. Vleeselijk bedoelen wij ook in een modernere uitspraak het ego. Slechts baby's in Christus. En toch wil Paulus, als hij zijn onderwijs tot hen richt, dat zij met zekerheid weten dat ze in Christus Jezus zijn. Het gehele christelijke leven is afhankelijk van het goed doordrongen besef dat we in Christus geënt zijn. Voor ons is het blijven in Christus volstrekt noodzakelijk. Dit is de zekerheid van het geloof. Ik ben in Christus Jezus. Zorg dat je je dagelijks laat beseffen. Alle vruchtbare prediking gericht tot gelovigen moeten als uitgangspunt hebben, gij zijt in Christus Jezus. De apostel heeft hieraan echter nog een andere gedachte gekoppeld, die bijna van nog groter belang is. Uit God zijt gij in Christus Jezus. Hij wijst hier niet alleen op dat wij met Christus verenigd zijn, maar ook en vooral dat het niet ons eigen werk is, maar Gods werk. Wanneer de Heilige Geest ons dit duidelijk maakt, gaan we inzien wat een bron van zekerheid en kracht dit voor ons is. Wanneer het alleen uit God is dat ik in Christus ben, dan betekent dit dat God, de oneindige, zelf borg staat voor alles wat ik nodig heb om in Christus te blijven. Laten wij proberen te begrijpen wat dit wonderbare uit God in Christus inhoudt. Als wij deel krijgen aan het één zijn met Christus, dan is er een werk dat God doet en een werk dat wij moeten doen. God doet zijn werk door ons te bewegen ons werk te doen. Het werk van God is verborgen en wordt in stilte gedaan. Wat wij doen is iets wat zichtbaar is. Bekering en geloof, gebed en gehoorzaamheid zijn bewuste daden waar wij duidelijk verantwoording voor af kunnen leggen. Terwijl de geestelijke opwekking en versterking die van boven komt, verborgen is en buiten het bereik van het menselijk oog. Zo komt het dat, wanneer de gelovige probeert te zeggen, ik ben in Christus Jezus, hij meer neigt te zien op het werk dat hij doet, dan op dat wonderlijke verborgen werk van God, waardoor hij met Christus werd verenigd. Het is ook niet verwonderlijk zo aan het begin van het christenleven. Ik weet dat ik heb geloofd, is een ware getuigenis. Maar het is zeer belangrijk dat je volledig beseft dat op de achtergrond van je bekering, geloof en aanneming van Christus, Gods almachtige kracht aan het werk is. De kracht die onze wil inspireert, die bezit van ons neemt
en die bewerkt dat we in Christus Jezus geënt zijn. Wanneer dit aan de gelovigen wordt geopenbaard, de goddelijke kant van het werk der verlossing, dan zal hij met nieuwe jubelklanken leren prijzen en aanbidden, en meer dan ooit zich verheugen in de goddelijkheid van de verlossing, waar hij deelgenoot van is geworden. Elke keer als hij terugblikt, zal zijn hart zingen: dit is het werk van de Heer, goddelijke almacht, die ten uitvoer bracht wat eeuwige liefde had besloten. Uit God ben ik in Christus Jezus. Deze woorden zullen hem nog verder en dieper leiden, ja zelfs tot in de diepten van de eeuwigheid die hij tevoren bestemd heeft. Deze heeft hij ook geroepen. De roeping in het tijdelijke leven heeft eeuwigheidswaarde. En voor de wereld werd geschapen, had God het liefdevolle oog al op jou laten vallen in uitverkiezende genade. Hij koos jou uit om in Christus te zijn. Wanneer jij je beseft dat je in Christus bent, is dat voor jou een stap omhoog. Je gaat dan de volle betekenis verstaan van het schriftwoord: uit God ben ik in Christus Jezus. Tezamen met de profeet zal ook jij kunnen zeggen en getuigen dat wat God zegt de waarheid is. Van verre is de Heere mij verschenen. Ja, ik heb u lief gehad met eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken in goedertierenheid. Hij heeft ons het geheimnis van zijn wil doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. Dan weet je je één met het gehele lichaam van gelovigen in Christus, wanneer deze zeggen waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Er is niets wat Gods vrije genade meer eer aan doet en ieder mens dieper doet buigen dan deze kennis van het mysterie uit God in Christus. Het is duidelijk wat een machtige invloed dit op de gelovige moet uitoefenen die ernaar verlangt in Christus te blijven. Het geeft hem vaste grond om op te staan als hij zijn recht op Christus en al zijn volheid uitsluitend baseert op het eigen voornemen van de Vader en zijn werk. Wij hebben aan Christus gedacht als aan de wijnstok en aan de gelovige als aan de rank. Laten wij niet die andere kostbare woorden vergeten: mijn Vader is de landman. De Heiland zei: elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Elke rank die vrucht draagt en door hem in de ware wijnstok is geënt, zal nooit meer uitgerukt worden. Zoals Christus alles aan de Vader te danken had, zo hebben wij alles aan Christus te danken en via hem aan de Vader. Al de kracht en het leven die de wijnstok heeft, vindt haar oorsprong in de Vader, met de liefde en het genoegen waarmee de Vader over de geliefde Zoon waakte. Zo waakt hij over ieder lid van Christus' lichaam, dat is, over een ieder die in Christus Jezus is. Wat een rotsvast vertrouwen komt er voort uit dit geloof. En daarbij gaat het niet alleen om het veilig bewaard worden tot het einde, in het bijzonder ten opzichte van alles waar ik dankzij de vereniging met Christus toe in staat ben. De rank is evenwel onder het toezicht en in de bewaring van de landman als de wijnstok. Zijn eer is net zoveel gemoeid met het welzijn en de groei van de rank als van de wijnstok. De God die Christus heeft uitverkoren om de wijnstok te zijn, heeft hem grondig toegerust voor het werk dat hij als wijnstok moet verrichten. De God die mij uitgekozen heeft om een rank te zijn en mij in Christus heeft geplant, heeft zich daarbij verplicht, indien ik tenminste mijzelf aan hem overgeef, om te bewerken dat ik in elk opzicht Jezus Christus waardig zal zijn. Hoe mocht ik het maar ten volle beseffen, wat voor zekerheid en vurigheid moet dat geven aan mijn gebeden tot de Vader van Jezus Christus,
Mijn besef van afhankelijkheid zou er alleen maar door versterkt worden. Ik zou gaan inzien dat bidden zonder ophouden inderdaad het enige is dat telt. Het zou een ononderbroken wachten teweeg brengen op de God die mij met Christus heeft verenigd, om zo zijn eigen goddelijk werk in mij te vervolmaken en het willen en werken in mij uit te werken dat in volledige overeenstemming is met zijn wil. Dit zou het motief moeten zijn om de grootste ijver aan de dag te leggen om een vruchtbaar rank leven te bewerkstelligen. Motieven zijn machtige drijfveren. Het is oneindig belangrijk deze rein en heilig te houden. Hier is het belangrijkste Bijbelse motief, want Gods maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. Wij zijn door de Vader geënt in Christus met het doel veel vrucht voor te brengen. Alles wat God maakt is volkomen op zijn taak voorbereid. Hij schiep de zon om licht te geven. Hoe volmaakt doet zij niet haar werk? Hij schiep het oog om te zien. En hoe goed zijt zij, en hoe goed zijt kwijt zij zich van haar taak. Hij schiep de nieuwe mens om goede werken te doen. En hoe fantastisch is hij toegerust voor zijn doel. Uit God ben ik in Christus opnieuw geschapen, gevormd tot rank aan de wijnstok, voorbereid om vrucht te dragen. Dat God laat inzien dat gelovigen op moeten houden om steeds maar weer op hun oude natuur te zien en over hun zwakheden te klagen. God roept ons niet voor iets waar we niet geschikt voor zijn. Hij zou willen dat zij gelovig en met vreugde de wonderbare openbaring zouden aanvaarden. Dat God zelf verantwoordelijk is voor hun geestelijke groei en vruchtbaarheid, door hen met Christus te verenigen. Dan zou alle ziekelijke terughoudendheid en slapheid verdwijnen, onder invloed van dit machtige motief, het vertrouwen in hem door wie zij in Christus zijn. Zou een gehele natuur zich kunnen openstellen voor het aanvaarden van een innerlijke, een heerlijke roeping. Mijn lieve mensen, geef jezelf over aan de machtige invloed van dit woord. Uit God zijt gij in Christus Jezus. Het is dezelfde God die Christus alles maakte voor ons. Uit wie wij ook in Christus zijn. Die positie maakt dat wij veranderd zullen worden van heerlijkheid tot heerlijkheid naar zijn beeld. Neem tijd om dit alles te overdenken en in gebed te brengen. Doe dit tot het licht afkomstig van Gods troon. Doe dit tot het licht afkomstig van Gods troon in je gaat schijnen en je jouw eenheid met Christus inderdaad ziet als het werk van zijn almachtige Vader. Neem er dagelijks de tijd voor en laat in je gehele godsdienstig leven met al zijn aanspraken, plichten, behoeften en wensen God toch alles zijn. Jezus wijst naar boven als hij tegen je zegt, blijf in mij. Hij maakt je duidelijk, mijn Vader is de landman. Uit hem ben je in mij. Door hem blijf je in mij. En tot zijn eer en glorie zul je vrucht dragen. En laat je antwoord zijn, amen, Heer. Zo zal het zijn, van eeuwigheid tot eeuwigheid, waren Christus en ik voor elkaar bestemd, onafscheidelijk met elkaar verbonden. Het is Gods wil. Ik zal in Christus blijven, uit God ben ik in Christus Jezus. Lieve mensen, dit is een hele duidelijke en krachtige boodschap. Wij zijn inderdaad in Christus. God heeft het voor ons waargemaakt om zijn Zoon te geven en ons een totaal nieuw leven aan te reiken. Hij zal nooit dwingen. Hij zal altijd met de zachtheid van zijn, om het te noemen, zijn karakter tot u komen. En als u er niet klaar voor bent, of in de mate waar u zelf het verlangen hebt, daarin ook zal de mate zijn waar God het ook toelaat, zich bekend aan u te maken.
God is geen dictator die pusht. God is heel zacht. En de Heilige Geest zal ook altijd op een hele zachte manier uw dingen duidelijk maken. Nooit u zetten voor een afgrond en zeggen en nu spring. Nee, want het gaat God om uw ziel en niet om gedwongen tot hem te komen, maar in de volle overtuiging, in de volle overgave. Mag God jullie zegenen en geest, ziel en lichaam. Dit is jullie pastor Jetty. Dag.